Gunter en Mo, topper van speeldag 12. Uiteraard Club Brugge standaard. Wie is favoriet? Voor mij Brugge. Brugge blijft favoriet. Als je kijkt naar het parcours dat ze ondertussen hebben afgelegd in de Belgische competitie, dan blijft Brugge favoriet. Ondanks een nederlaag, een eerste nederlaag van het seizoen tegen PSG. Standaard doen het toch goed. Ze hebben denk ik een van de sterkste kernen. Maar uit blijft het toch problemen geven. Uit speelt ze niet altijd even goed. Winnen ze wel vaak, maar vaak met veel moeite. Dus ik verwacht dat, dat Brugge die wedstrijd gewoon wint. Wat voor match krijgen we, denk je, Gunter? Brugge gaat de wedstrijd in handen nemen. Ik denk dat Prudhomme ook iemand is die zich regelmatig wel aanpast aan de tegenstander. En zeker ook op verplaatsing. Hij kent Clément goed, weet wat de sterktes zijn van Brugge. Dus ik denk dat Standaard redelijk afwachtend gaat spelen. En dat Brugge sowieso thuis voor hun eigen publiek die wedstrijd in handen gaat nemen. Oulare is nu wel terug, nog niet wedstrijdfit, zeg maar ja, is belangrijk. Ja, maar hoeveel wedstrijden speelt hij op een seizoen? Hè? Als het er 5 zijn, dan is het al heel veel. Hij heeft natuurlijk ook wel pech gehad met die zware enkelblessure in die Europese wedstrijd. Maar het zijn voornamelijk heel veel spierblessures. En je ziet dat vaak bij die jongens, een groot type, heel explosief. Dus dat die regelmatig problemen hebben en dan ook veel in de hamstrings. Dus ik veronderstel dat dat wel een beetje deel uitmaakt van zijn morfologie. Bij Club Brugge 26 doelpunten gemaakt, 7 keer assist Vormer en 6 doelpunten van Van Aken. Ze zijn goed voor de helft van de productie. Ja, zegt genoeg hoe belangrijk dat ze zijn. Hè? Maar ik merk ook dat Diatta meer en meer in zijn element is aan het komen. Dat hij zijn plaats heeft gevonden op die rechterkant van iets lager te spelen. Ja, Tau is misschien nog niet zo beslissend, maar is toch altijd wel in beweging. Ook Kereke, waar zit die? Op de bank? Op de bank. Hij is fantastisch aan het seizoen begonnen, maar uiteindelijk heeft die jongen toch een dipje gehad. Ja. En op het moment dat hij uit de ploeg is gegaan, is die ploeg ook blijven draaien. En ze hebben natuurlijk wel wat mogelijkheden. Hè. Als je ziet, op een bepaald moment komt Dennis dan in die diepe spitspositie. En die maakt ook zijn doelpunten. En het geheel blijft draaien, dus die jongen gaat nu zijn kans moeten afwachten. Pronostiek voor Club Brugge standaard? 3-1. Dat dacht ik ook. Dus ik ga voor 2-0.